Wat vindt Wieke van de 1 kilo afvalzakken? Nieuwe verkeerslichten op het Keizer Karelplein. En een wachtlijst voor het kopen van een pentekening van Nijmegen. Dit is het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 13 september. We beginnen eerst met een schietpartij die dinsdagmiddag plaatsvond bij het NS-station Nijmegen-Lent. De politie meldt dat één persoon is aangehouden nabij tuinderij De Warmoes. Of het incident te maken heeft met de beschieting van een auto maandagmiddag in Nijmegen-Noord is niet bekend. Weet wat je achterlaat? Dat is de nieuwe campagne van de gemeente Wijchen en de DAR om bewustwording te creëren over restafval. Vorig jaar werd er gemiddeld 111 kilo restafval per inwoner ingezameld. Wijchen is kort daarmee gemiddeld, vergeleken met andere gemeenten. Daar moet verandering in komen, vindt onder meer wethouder Van Bronckhorst. Deze rol bevat 12 restafvalzakjes van 1 kilogram per stuk. Want het doel is ook 1 kilogram per persoon per week. En via de app Weet wat je achterlaat kan je aangeven dat je zo'n rol wil komen ophalen bij het bedrijf hier achter me. Ja, het is belangrijk dat de inwoners van gemeente Wijchen bewust worden van de hoeveelheid restafval. Daar helpen de kilozakjes natuurlijk bij. Want als jij 1 kilo per persoon per week hebt, dan weet je dat je goed je afval scheidt. En hoe beter je dus je afval scheidt, hoe meer grondstoffen wij kunnen hergebruiken voor nieuwe producten. En het zou zonde zijn als dat in het restafval belandt, want dan kunnen we het niet meer hergebruiken. De Wijchense wethouder Bronckhorst is erg enthousiast over de campagne en heeft daarom zelf ook van die 1 kilogram zakjes aangeschaft. Ja, de actie is net begonnen, dus ik ben deze week dus ook mijn eerste zakje wat ik nu vast heb, dat heb ik in mijn hand. Het is nog niet helemaal vol? Nee, het is niet vol, maar het is ook pas dinsdag, hè, vandaag. Denkt u dat Wijchenaren een beetje openstaan voor dit initiatief? Wijchenaren staan zeker voor open voor het initiatief. Ze zullen niet allemaal deelnemen, maar een substantieel deel die gaat deelnemen aan de actie. Dat gaan we checken. Heeft u wekelijks veel restafval? Nee, weinig. Nou, dat valt wel mee. Nee, dat valt wel mee. Vindt u afval scheiden ook belangrijk? Ja, dat doen we ook ijverig aan mee. Met alle verschillende zakken. Plastic en papier en zo doe ik allemaal apart. Nou, wij scheiden alles netjes zoals het hoort. Bent u bekend met Weet wat je achterlaat? Nooit van gehoord. Nee. Nee. Daar ben ik niet mee bekend, nee. Nee? Ja, zo'n beetje. Iets heb ik erover gelezen. Vindt u zo'n zakje handig? Nou, ja. Toen ik net van huis afging, toen zag ik dus aan de kant van de weg een hele hondenmop liggen. Toen dacht ik van, mensen leren ook nooit. Kijk, die kunnen zo'n zakje goed gebruiken. Om de hondenpoep op te ruimen? Ja, precies. Heeft u ze al opgehaald? Boek ermee. Net als bij echte voetballers heeft NEC maandag spelers gepresenteerd voor de bijzondere eredivisie, zoals het een echte prof betaamt. Met het ondertekenen van een contract zijn deze jongens, die een beperking hebben, echte spelers van NEC. Ja, de bijzondere eredivisie is eigenlijk gewoon een bijzondere eredivisie. Een competitie voor speciaal voetballers, mensen met een beperking die wij zeg maar een jaar lang op dit moment spelen van NEC kunnen laten noemen. En daar is dit tekenmoment voor vandaag voor bedoeld. Dat is een van die unieke ervaringen die we deze spelers het jaar lang mee gaan geven. Dus de bijzondere erevisie, dan gaan zij eigenlijk een soort van toernooidagen spelen. En gaan ze met de NEC-bus bijvoorbeeld naar een Leeuwarden of een Venlo of een Deventer. En daar zullen zij dan wedstrijden spelen tegen Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Excelsior. Allemaal ploegen die ook zo een team zeg maar ter beschikking hebben. Wat heb je net ondertekend? Een contract bij NEC. Dat is wel heel gaaf, hè? Ja, dat vind ik ook zelf en ik kan nog steeds nauwelijks geloven. Gefeliciteerd, je bent speler van NEC. Bedankt. Hoe voelt dat nou? Heel apart. Echt heel apart. Ja, dit is bijzonder. Ik had dit nooit kunnen dromen. Ik was als kind af aan was ik al fan van NEC. En ik ging naar elke wedstrijd en zo. Alleen op een gegeven moment zit ik nou met werk ook en zo. Dus ik kan er nou niet iedere keer heen. Maar dat ik daar zelf in mag staan, had ik nooit durven dromen. Naast NEC doen er nog een aantal andere profclubs mee aan deze eredivisie. En daar kijken de kerstverse spelers van NEC al naar uit. Deze kijk ik meestal uit van Utrecht. Dat is het eerste begin waar ik een beetje op de wacht sta. Er zitten een paar hele mooie clubs bij, hè? Ja, dat wel. Maar ik vind ze allemaal even belangrijk. Dat is een heel goed antwoord. Ja. Als voetballer zijnde. Je vindt ze allemaal even belangrijk. Ja, nee, is ook zo. Nou, ik kijk het meest naar uit als het echt waar is dan om tegen Ajax eventueel een Feyenoord te spelen. Maar vooral ook tegen Go Ahead.
Omdat Go Ahead, dat heb ik vaak gezien op tv. En dan hoe ik NEC spelen, denk ik, nou, dat kunnen wij beter. Maar als het echt zo is, dan hoop ik ook tegen Ajax. En dan zal ik eens laten zien wat ik in huis heb. Ja, we willen gewoon een unieke ervaring bezorgen aan de deelnemers. Maar volgens mij is dat al bij dit tekenmoment zeker gelukt. En ook aan de ouders die het fantastisch vinden. Dus zeker, het gaat om doelpunten en op winnen. Maar we, tijdens de toernooidagen en de reisjes ernaartoe, dan letten we ook zeker op andere dingen. Zoals samenwerken en gezondheid en dat soort dingen. De verkeerslichten op het Keizer Karelplein in Nijmegen worden vervangen door slimme verkeerslichten. Om hinder te voorkomen voor weggebruikers worden er in de nacht van aanstaande donderdag op vrijdag tijdelijke lichten geplaatst. In de toekomst kunnen de slimme verkeerslichten met de voertuigen communiceren. Bijvoorbeeld zodat een ambulance die haast heeft groen licht kan krijgen op de rotonde. Ook krijgen de verkeerslichten voor de fietsers een wachttijdvoorspeller, waardoor ze weten hoe lang ze nog moeten wachten op het groene licht. Op rustige momenten hoef je als automobilist ook niet meer de standaardrolatie van groene lichten af te wachten. Maar zullen de verkeerslichten acteren op het verkeersaanbod. De HAN in Nijmegen heeft 2 units geplaatst, waardoor er 34 leslokalen extra beschikbaar zijn. Er was te weinig ruimte doordat de huurcontracten bij het Technovium en een gebouw aan de Hatertseweg zijn afgelopen, waar de HAN gebruik van maakte. Nieuwbouw zien ze niet zitten omdat er minder kinderen worden geboren. Ze zien het als een tijdelijke oplossing, wat ook voordelen heeft, omdat ze nu dichter bij het andere pand zitten aan de Kapitelweg. Het stadsdeel Dukenburg bestaat 50 jaar. Tijd om de wijk op te fleuren met een aantal murals, bedacht door de bewoners. In de tunnel tussen Zwaneveld en Langvorst komt daarom een wandschildering die iets vertelt over het verleden van Dukenburg. De mural verwijst onder andere naar het landgoed Dukenburg en het oude kasteel. In de tunnel tussen Malvoort en Wezenhof komt ook een kunstwerk. Deze zal verwijzen naar de toekomst van de wijk en dan met name het multiculturele karakter van dit stadsdeel. Als voorbereiding op het tweede kunstwerk wordt de tunnel nu schoongemaakt en alle oude graffiti verwijderd. Het werk wordt gemaakt door kunstenaar Johan Moorman. Hij denkt per schildering 3 weken nodig te hebben. Half oktober zijn de schilderingen klaar. Wouter Gersthuizen is een tekentalent met groot oog voor detail en liefde voor zijn eigen leefomgeving. Zijn pentekeningen van het land van Maas en Waal en Nijmegen zijn zo populair dat mensen staan te trappelen om zijn werk te kopen. Ik doe vooral landschappen en gebouwen en ik werk eigenlijk in inkt. Ik heb een paar fineliners die ik daarvoor gebruik en ik werk met heel veel detail. Dus zoveel mogelijk detail komt op de pagina in de vorm van puntjes en ik werk met hele dunne lijntjes. Wouter baseert zijn werk voornamelijk op foto's. En dan het liefst van zijn woonplaats Batenburg. Ik teken graag dit soort gebouwen, omdat ik vind dat het eigenlijk altijd wel de hart van een streek bevat. Ik vind dat altijd mooi, dat je kunt zien wat voor geschiedenis een plaats heeft. Het zijn plekken die mensen vaak toch wel nostalgisch maken of snel herkennen. En dan is het mooi om daar tekeningen van te kunnen maken. Kopers die door Wouter een tekening willen laten maken, komen inmiddels op een wachtlijst te staan. Ja, ik vind het natuurlijk super vet dat iedereen het leuk vindt. Ik krijg heel veel complimentjes en dat vind ik super leuk. En ik vind het ook leuk dat ik mensen blij kan maken met een tekening. Maar uiteindelijk is het gewoon een hobby van mij. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik vind het leuk om bezig te zijn met mijn handen. En uiteindelijk is het gewoon beter dan op de telefoon zitten de hele dag. Afgelopen weekend zetten door het hele land allerlei monumentale panden hun deuren open voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Ook in onze regio waren bijzondere locaties te bezoeken waar je normaal gesproken niet zo snel binnenkomt. Ook wij maakten een tour langs enkele van deze plekken, waaronder de boeddhistische tempel in Afferden. Het is een bijzondere ervaring. Het gebouw dat ooit als katholieke kerk diende is sinds enkele jaren omgebouwd tot boeddhistische tempel. Pas bij binnenkomst merk je grote verschillen. En dat begint er al mee dat je schoenen uit moeten en er zachte slippers voor je klaarstaan. De verschillen zijn minder groot dan dat je zou denken. We hebben ook de verschillende geboden, zeg maar. Maar er is geen altaar zoals je kunt zien. Er is een boeddhistisch beeld van de Boeddha. En we maken ook geen gebruik van de kansel. Het is nu gewoon, er staat een reliquie. En daarnaast is het, zoals je kunt zien, vind ik een stukje vrolijker. Open Monumentendag is voor deze gemeenschap het uitgelezen moment om bezoekers hun mooie gebedshuis te laten zien.
maar daarnaast ook kennis te laten maken met het geloof. Het is een fantastisch gebouw, maar ik vind dat men ook een klein stukje misschien de persoonlijke grens kan verleggen om ook eens te kijken naar het boeddhisme. Wat houdt dat een beetje in? En dat kun je hier vandaag fantastisch zien. Ja. Nou, is er ook een meditatie? Hoort dat bij boeddhisme? Ja, dat is een van de pijlers. Dat is een belangrijk onderdeel, dat is de meditatie. En bij zijn is meemaken. Dus kon je bijvoorbeeld een wens doen middels een gebed, maar ook deelnemen aan zo'n meditatie. Wat hoop je dat de mensen, als ze hier weglopen, met wat voor een gevoel en gedachten ze hier weggaan? สิ่งที่ที่นี่อยากจะปลูกฝังก็คือการมีจิตใจที่ดีแม้ว่าเขาจะเข้ามาหรือเขาจะออกไปก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราแต่สิ่งที่เราอยากให้เขาได้กลับไปก็คือสภาพจิตใจที่มีความสุขแล้วก็นำความสุขนั้นไปส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยวิธีการนั่งสมาธิที่เรียบง่าย Mocht je nu echt niets met het geloof hebben, dan is zelfs de aankleding van de tempel nog een bezoekje waard. Voor het Thaise boeddhisme is het heel belangrijk om rein, fris, daarom zijn de dames ook in het wit, zul je straks even zien, over te komen. Ook gewoon, dat is het ook. Het is open, het is fris en het geeft ook een hele prettige sfeer. Gisteravond konden we nog genieten van een mooie vuurrode zonsondergang, zoals op deze foto mooi te zien is van het buitengebied van Wijchen. Helaas verliep de dag vandaag met wat minder zon. Het was vooral grijs, maar overdag wel overwegend droog. Als we even kijken naar het weerbeeld van morgen, dan kunnen we in de ochtend wellicht nog te maken hebben met een regengebied dat over het zuiden van het land trekt. In de middag klaart het vervolgens op en komt de zon ook nog even tevoorschijn. Het wordt hierbij zo'n 16 tot 20 graden. Als we even inzoomen op onze regio, dan zien we die wisselvalligheid ook terug. Het hangt een beetje af of we in de ochtend nog last zullen hebben van dat buiengebied. Maar in de loop van de dag klaart het met zekerheid op. In de ochtend kan het tijdens de regen nog wel even fris zijn. Maar als de regen wegtrekt en de zon even doorkomt, dan loopt de temperatuur op richting de 20 graden. De dagen erna wordt het weerbeeld langzaamaan iets slechter. Donderdag is er een mix van zon en wolkenvelden met mogelijk een enkele bui. Vrijdag en zaterdag wordt het kouder, natter en meer buien. Op vrijdag kan daar een klap onweer tussen zitten. En zaterdag zal de wind meer aantrekken. De wind maakt het ook gevoelsmatig iets kouder. Het zal die dag nog zo'n 16 graden worden. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Zometeen kun je op RN7 kijken naar het programma Rondje Regio. Of kijk een programma terug op ons YouTube-kanaal, bijvoorbeeld B&B in Gelderland of Okidoki TV. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten, rn7.nl. En dan zijn wij er morgen weer. Tot dan.